Dus als je zo'n busje ziet, erachter rijden, dan kan je overal door groen. Juist. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Hi. Goedemiddag. Ik laat straks mijn kaartje zien, is dat goed? Dat is helemaal goed. Nou, we rijden hier mee met lijn 203. Dat is buurtbusvereniging Liemde 203. Waar gaan we naartoe? En we gaan nu naar Den Bosch toe. Naar Den Bosch Centraal Station. Dat doen we via Boksel Centraal Station, S-Markt, Vught. Gaan we door de Vijverbosweg. Dan pakken we de Loonse Baan, ziekenhuis. En via de Koningsweg naar het station in Den Bosch. En hoe vaak rijdt deze bus nou? Ieder uur rijdt deze bus in één richting. Dus op en neer is 2 uur. Dat doen we van 's morgens even tot 's avonds even. Zo. En hoeveel passagiers vervoert deze bus nou in een jaar tijd? Samen met S ongeveer 30.000. 30.000? Ja. Wij zijn de drukste lijn van Arriva. Zo. Daar sta ik van te kijken. Ja. In Boksel hebben we 38 haltes, dus Liemte erbij geteld en S erbij geteld. En in Vught hebben we er 7. En dan hebben we nog het ziekenhuis en de Koningsweg en de Willem I College in Den Bosch. Hoi. Waar ga je naartoe? Naar Boksel. Met de bus? Ja. Ga je wel eens vaker met de bus? Ja. Hoe vaak? Elk weekend. Elk weekend? Ja. Wat ga je doen dan? Mijn netjes ophalen. Zo. Ophalen, dus ze gaan ergens naartoe? Nee, ze komen elk weekend bij ons slapen. Oh, dat is leuk. Ja. En jij bent 11? Ja. Dus je kan gewoon lekker gratis met de bus mee, toch? Ja, nu nog wel. Wanneer word je 12? Volgend jaar. Ja, dat duurt nog een tijdje. Ja, best wel. Nou, dat is wel een ideale oplossing voor jou, zo met het busje. Ja. Je mag eigenlijk niet praten met de chauffeur, hè? Eigenlijk niet, hè. Ik moet opletten eigenlijk. Deze keer wel, hè? Ja, deze keer mag het. Maar ik moet eigenlijk ook mee doorrijden. De rotonde. Ja. Ja, je kan het wel eens druk zijn af en toe vrijdags. Dat het niet echt doorstroomt. Hè? Ja, dat is nu. Ja, dat is nu, ja. Dan kom je dan te laat bij de volgende halte? Dan kan ik wel eens te laat komen de volgende halte, ja. Zo'n tijd, een tijd moeten wachten. Zijn er wel eens mensen die zeggen van, je bent te laat? Heb ik wel eens meegemaakt, ja. Ja? Ja. Ja, ja. Dat is echt boos, hè? Ja, zelfs eentje die zei van, jullie zijn nooit op tijd, man. Zeg, ja. Wij hebben ook met het verkeer te maken, dat kan ik ook niet. Nee, heb je niks over te zeggen? Nee, heb ik niks over te zeggen. Hoe lang bent u al chauffeur? Ik heb nu 2 jaar. Ja. En bevalt het? Bevalt heel goed. Ja. En ja. Mooi om te doen. Jullie komen chauffeurs tekort, dus ik zou zeggen, wat is er zo leuk aan voor de mensen die kijken? Ja, wat is er zo leuk aan? Gewoon ik zeg maar iets doen voor de gemeenschap. Toch het contact met de mensen en. Ja, als je toch een paar uurtjes over hebt, is het best leuk om te doen. Ja. Ja. En wat is nou het leukste dat u meegemaakt heeft? Ja, het leukste. Iets geks of zo? Ja, er komen wel eens ooit verhalen, maar ja, dat is eigenlijk toch een beetje algemeen. Dat je over het weer, mensen bij het ziekenhuis hebben wel eens over wat ze bekeren of wel eens verhaal. Ik heb ook wel eens een man die brengt auto's weg. En dan ga ik het weer eens een keer over die auto's die hij weggebracht heeft. Wat die allemaal Porsche en heel dat gebeuren en de nieuwste elektrische. En ja, er zijn altijd zo van die verhalen. Waar je, ja. Of leerlingen van school, dan heb je wel eens een keer over wat ze studeren en waar ze studeren en van alles. Ja, dus u blijft het nog lang doen? Ik, tot nog toe blijf ik het doen, ja. Nou heb ik gelezen dat er nogal een beetje problemen zijn wat chauffeurs betreft. Ja, dat klopt. Wij hebben er, momenteel hebben wij er 21 en dan hoeven we eigenlijk met 17 te rijden. We hebben er een paar over. Maar dit jaar moeten er al 2 stoppen. Vanwege? Vanwege de leeftijd. Die worden 79. Oké. En daarom moeten wij nieuwe. Volgend jaar moeten er 4 stoppen. Nou ja, we zijn al via kranten en zo aan het werven met samen. Ja, dus als er mensen zijn die kijken en die willen graag, het is hartstikke leuk met de bus mee rijden. Helder. Als je Liem woont, dan kan de Liemse bus. Wonen ze in S, pakken ze Essen. Oké. Okay. Vereniging. Nou heb ik ook begrepen dat de bus binnenkort uitgevoerd werd met iets extra's, dat je gewoon stoplicht komt. Ja.
de apparaatje zit al in de bus. Maar de gemeente wil nog niet zo, daar zijn ze mee bezig. Dan komt er een antenneke op de stoplichten. En dan komen wij aanrijden, springt al op groen. Maar wij komen dan. Serieus? Al wat ervoor staat, rijdt weg. Dus alles wat ervoor staat? Dat mag zo doorrijden. En wat er net achter staat ook waarschijnlijk? Ja, zolang het zo groen is wel. Dus als je zo'n busje ziet, erachter rijden, dan kan je overal door groen? Juist. Nemen jullie nou iedereen mee? Zolang als er plaats is en het toegestaan is. En als we denken dat het verantwoord is. Als we iemand zien die, waarvan we denken van nou die is helemaal beschonken, dan mogen we zeggen van nou nee, liever niet. Nee, nee, maar ik bedoel ook bijvoorbeeld. Maar in principe nemen we dus iedereen mee. En iemand in een rolstoel? Ja, die nemen we ook mee. Er is speciale voorziening voor in de bus, een lift. Maar het komt heel sporadisch voor dat iemand met een rolstoel treffen. Meestal hebben die andere mogelijkheden van vervoer, in het kader van de WMO-voorziening of zo. Ja. Die worden thuis opgepikt. En bij ons moeten ze natuurlijk maar naar de halte komen of ergens langs de route staan. Ja. Dus oppikken. Grote kinderwagen? Grote kinderwagen kan ook gebruik maken van de lift. Ja. Maar dan, ja, dan ben je wel een hoop met tijd kwijt en dan kom je misschien te laat op station? Of, ja, dat kan gebeuren, maar beter te laat dan te vroeg. Te vroeg mag al helemaal niet zijn natuurlijk. Praktisch nooit. Hoezo mag je niet te vroeg zijn? We mogen niet te vroeg wegrijden, want er kunnen natuurlijk nog mensen zijn die op het laatste nippertje op tijd zouden zijn. Ja. Domme vraag. Ja. Ik ben altijd zelf nog maar net op tijd, dus... ja, nou, spreekt uit ervaring dus. Ja, en hoe lang rijdt u al? 8 jaar. Met heel veel plezier, van begin af aan. Nog nooit geen problemen gehad, ook niet. Dat scheelt ook mij. Nee. Iedereen is heel vriendelijk, zowel bij instappen als bij uitstappen. Want je hebt toch geen opleiding nodig, heb ik begrepen? Je hebt geen opleiding. Ja, je krijgt intern een opleiding voor de routes natuurlijk en het gebruik van de apparatuur en het besturen van de bus. Maar verder heb je geen speciaal rijbewijs of dergelijke nodig. In die 8 jaar wel eens iets leuks meegemaakt waar je zegt, nou, dat is... Alleen maar leuke dingen eigenlijk. Mensen die stappen in, beginnen hun verhaal te vertellen, totdat ze uitstappen. Met hele levensverhalen. Je komt mensen tegen die denken van, hey, contact. Daar blijkt dan nog ergens familie te zijn of zo. Kijk. Dat je niet weet. En vervelende dingen? Nee. Gelukkig nooit meegemaakt. Nee. U bent voorzitter van de buurtbus S. Ja. Hoe lang al? 3 jaar. Maar daarvoor ben ik secretaris geweest. En ik rij inmiddels al 12 jaar met heel veel plezier de buurtbus. Ja, en iedereen zegt me heel veel plezier, maar wat is er nou zo leuk aan dan? Nou, je komt in contact met mensen en de een vertelt zus, ze vertellen allemaal, te laat had ik een oudere mevrouw in de bus zitten. Nou, die vertelt de hulde, lief en leed. En de mensen die zijn dankbaar dat wij tussen die dorpen rijden. Maar anders kunnen ze niet bij het ziekenhuis komen. Het is gewoon zo van ja... Daar is het dankbare ervan. Dus je kunt mensen helpen. Ik heb helpen al eens ooit mensen met een rollator uitklappen bij het ziekenhuis. Nou, dan krijg je een schouderklapje. Ik denk, ja, dat doet het al voor. Als iemand dan zegt, nou, ik zou best graag mee willen rijden, ik zou best graag chauffeur willen zijn. Waar moet die aan voldoen? Hij of zij, want vrouwen zijn ook welkom natuurlijk. Ja, we hebben ook een vrouwelijke in dienst hoor, maar die stopt komende week helaas, want die gaat verhuizen. Dus dat is eigenlijk wel jammer. Nou, je moet gewoon rijbewijs bij hebben. En dan krijg je van tevoren, dan ben ik mentor of Kees is mentor. Die gaan we gewoon met die bewuste personen een rondje rijden. Of we rijden eigenlijk heel een ronde van Limburg naar het station in Den Bosch. En dan nog een paar keer, dan moet hij zelf maar eens gaan rijden en dan oordelen van hoe hem dat bevalt. Dus hij krijgt gewoon een proefperiode eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Maar moet je dan minimaal 16 uur of hoe werkt dat? Nee, je mag maar 4 uur rijden. Oké, okay, dus als iemand zegt, nou ik heb 4 uurtjes per week over, kan die zich al aanmelden? Ja, alsjeblieft. Heel met veel liefde en plezier. Ja, ja. En het is allemaal vrijwillig? Allemaal vrijwillig, ja. Dat wordt niet betaald. Ik hoorde wel een paar keer in het jaar wel leuke dingen. Ja, dat doen wij namelijk bij ons in S ook hoor. En dan zijn de dames erbij, dus die zien de karrel ook wel een keertje. Dat is natuurlijk ook wel weer leuk natuurlijk. Maar wij hebben echt een hele leuke groep hoor, dus dat werkt. Ja, maar OS en Boksel is dus echt gescheiden ook? Ja. Okay. En op het moment wil ik de jeugd eigenlijk erbij betrekken, want die zijn, wat dat is, dat weet ik niet, maar die zijn op het moment zo vriendelijk. Goedemiddag chauffeur, en als ze uitstappen, chauffeur, ik wens je vandaag nog een prettige dag. Dus dat mag ook een keer genoemd worden, want er wordt altijd over de jeugd gek gedaan. Maar dat is allemaal, die zijn ondankbaar, dat wij, okay. Wij nemen naar het bos toe. Oké, okay. Nou, dan sluit ik af met de woorden, bedankt chauffeur, ik wens je nog een prettige dag. Ja, dankjewel.